Ja, dat maas, ja, coronavirus, ja, helemaal hot op het moment natuurlijk. Ja, hoe gaan jullie daar zelf mee om hier in de praktijk? Ja, nou, de situatie is het komende weekend natuurlijk heel erg veranderd, hè, omdat de overheid het besluit heeft genomen om eigenlijk heel Nederland op slot te doen. Daar hebben wij ons op beleid sterk op moeten aanpassen. En waar het om gaat is dat er eigenlijk zo min mogelijk contact is met andere mensen. Dus normaal gesproken komen mensen natuurlijk helemaal hier op de praktijk. En dat moeten wij ook afhouden. Waarbij we natuurlijk wel moeten waarborgen dat er goede zorg voor de mensen overblijft. Dus we proberen zoveel mogelijk telefonisch zaken met mensen af te handelen. En als mensen of patiënten echt ja, heel ziek zijn, dan moeten ze gewoon beoordeeld worden en dan doen we dat ook. We hebben hier op de praktijk een hoestspreekuur voor mensen die ernstig ziek zijn. En dat is tussen 3 en 5 smiddags. En de assistente die regelt dat allemaal en dan kunnen mensen gewoon beoordeeld worden hier op de praktijk. Ja, en mochten ze echt zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten, dan moeten ze dus ook naar het ziekenhuis gebracht worden, zeg maar, terug. Gaan wij hier allemaal mee te maken krijgen? Worden we allemaal ziek? Ja, nou, de verwachting is dat iedereen toch wel het coronavirus tegen gaat komen. En waar de overheid op aanstuurt is, dus het sluiten van alles is om het te spreiden. Want als natuurlijk iedereen in één keer heel ziek wordt. Ja, en er zijn natuurlijk mensen die er gewoon ernstig ziek voor worden. Dan hebben we een capaciteitstekort in de ziekenhuizen om mensen te beademen en zo en op te vangen. Dus ja, het gaat er vooral om de ziektelast te verspreiden, zeg maar. Wat is het beleid hier in Genemuiden? Nou, wat ik tegen iedereen in Genemuiden wil zeggen is als je ziek bent en je hebt behoefte aan zorg van de huisarts. Dat is geen enkel probleem. Bel ons. De assistente maakt dan een inschatting van ja, wat nodig is. Als je echt gezien moet worden, dan is er 's middags zeker plaats hier op de praktijk. Wij nemen dan wel voorzorgsmaatregelen. Dus we lopen in witte pakken rond en beschermen ons om zelf niet ziek te worden. Maar dan is er zeker zorg voor je. Maar wij proberen zoveel mogelijk telefonisch de zaak af te handelen om geen intermenselijk contact te hebben, zodat we geen overdrager worden van het coronavirus wat rondwaart. Dus, Hebben mensen daar begrip voor? ja, wat ik merk aan de telefoon is dat iedereen het wel begrijpt, ja. Want iedereen snapt ook wel dat dat het op deze manier een beetje in te dammen is. En dat is natuurlijk wat we willen. Ja, zeker.